Marokko, Algerije, Tunesië. Het zijn allemaal voorbeelden van landen die deel uitmaken van de Arabische Liga. En zo zien veel mensen deze landen dan ook. Arabisch. Maar toch speelt er wat meer dan dat. Deze landen hebben namelijk een immense inheemse bevolking. En zij worden in de volksmond de Berbers genoemd. En vandaag sta ik hier om hun, nee, ons verhaal te vertellen. Zodat de wereld hun rug niet durft toe te keren naar onrechtvaardigheid en onderdrukking. De denigrerende term Berbers wordt tegenwoordig liever niet meer gebruikt. Veel liever is de term die het volk aan zichzelf heeft gegeven. Emezigh, wat vrij mens betekent. De Emezigh'en, meervoud daarvan, zijn dus een inheems volk dat al duizenden jaren leeft op het Afrikaanse continent. Veel mensen verwachten dit niet, aangezien ze doorgaans een blekere huid hebben dan de meeste Afrikaanse volkeren. Maar ondanks dit zijn ze er net zo Afrikaans als ieder ander volk wat zich heeft gevestigd op dat continent. Zij leefden daar dus al duizenden jaren met een bloeiende cultuur. Totdat er in de 7e eeuw iets misging. De Arabieren besloten namelijk om binnen te vallen. En zij namen veel van hun eigen gewoontes mee. En deze stonden boven die van de Emezigh'en. Dit pikten ze niet zomaar. Zij vochten terug. Zodat hun eigen gewoontes niet overschaduwd zouden worden door die van de Arabieren. Helaas was het niet het laatste obstakel waar ze tegenaan zouden lopen. Een paar eeuwen later besloten de koloniale Europeanen namelijk dat ze ook wel een stukje van dit land wilden hebben. Zij pleegden genocides, verkrachten de vrouwen en bestolen de Emezigh'en van hun schatten, maar vooral ook van hun waardigheid. En wederom vochten de Emezigh'en terug. Al deze kolonisaties hebben toch een tweedeling teweeggebracht in het volk. Waar de een zich identificeert als Arabier en de ander als Emezigh. En daar staat de een weer boven de ander. De voornamelijk Arabische overheden hebben dan ook van alles aangedaan om deze hiërarchie in stand te houden. Maar, zoals ik al twee keer eerder heb gezegd, de Emezigh'en vochten terug. En deze keer in de vorm van demonstraties. Ze trokken massaal de straten op. En dit bewoog toch wat in die overheden. Ze werden namelijk veel toleranter, veel coulanter. En in veel van deze landen is Emezigh, de taal die zij spreken, nu zelfs officieel erkend als landstaal. Maar toch is dit nog niet genoeg. De Emezigh'en worden nog steeds onderdrukt in al deze landen en dit moet stoppen. Men moet stoppen met hun hoofd wegdraaien als zij onrecht en onderdrukking zien. Sta op tegen onrecht. Accepteer het niet. Tolereer geen onderdrukking. Want niemand mag onderdrukt worden voor wie hij is. Ik zeg dit vandaag eens en niet vaker. Wij zijn geen Berbers. Wij zijn Emezigh'en. Zeg onze naam.